die kan misschien achteraf een opgenomen versie bekijken of zo, of gewoon inpikken. Oké, we gaan eraan beginnen. Ik ga die even wat groter zetten. Zo. Goed, welkom iedereen. Dit is de eerste keer dat ik hier zoiets probeer te doen via Discord. Ik ben eigenlijk niet zo heel vertrouwd met Discord. Maar goed. Ik ga het hebben over beeldcompressie. En ja, de eerste vraag die misschien toch belangrijk is, is waarom beeldcompressie? Is er niet genoeg bandbreedte? Zijn daar de schijven niet groot genoeg? Is dat eigenlijk nog wel echt nodig tegenwoordig? Dat is toch een vraag die wel eens opkomt. Dus om te beginnen, waar hebben we het over? We hebben het hier over rasterafbeeldingen, pixelafbeeldingen. Dus geen vectorafbeeldingen. Dat is ook interessant natuurlijk. Maar dit zijn het soort afbeeldingen dat je kunt maken met een fototoestel. En die bestaan uit pixels. En een pixel bestaat uit 3 subpixels. De rode, de groene en de blauwe. En met die 3 subpixels kunnen samen eigenlijk alle kleuren reconstrueren. Niet echt allemaal, maar toch een groot deel. Als je inzoomt op een scherm, dan kun je vaak die subpixels effectief zien. En dus wat er van ver uitziet als geel bijvoorbeeld, dat is eigenlijk rood en groen tezamen, zonder blauw. Wat er van ver uitziet als wit, dat is eigenlijk alle 3 tezamen, enzovoort. Dus dat is een pixel. Hier zeg ik dat een beeld gelijk staat aan 1 miljoen woorden. En volg even mee met mijn berekeningske. Op een gemiddeld normaal scherm is de kleur 8-bit. Wat dat wil zeggen dat je 8-bit verschillende waarden hebt voor rood, voor groen en voor blauw. Dus 256 tinten rood, 256 tinten groen en 256 tinten blauw. Tezamen geeft dat ongeveer 16 miljoen verschillende kleuren die kunnen gemaakt worden. Met modernere schermen, zoals high dynamic range schermen, is dat vaak nog een beetje meer, maar laat ons van 8-bit uitgaan. Dan betekent dat ene pixel eigenlijk 3 bytes zijn. 1 byte voor rood, 1 voor groen en 1 voor blauw. Nu, een doorsnee scherm tegenwoordig is een Full HD scherm. Er zijn er natuurlijk ook die groter zijn dan dat eigenlijk. Maar laat ons dat als gemiddeld scherm nemen. Dat is dus ongeveer 2 megapixels, een Full HD scherm. Dat is 1920 op 1080 pixels. Een doorsnee camera die produceert een beeld van 12 à 20 megapixels. Nu, als je rekent aan 3 bytes per pixel, dan is dat dus eigenlijk niet zo een moeilijke berekening. 1 megapixel komt dan eigenlijk gewoon overeen met 3 megabyte. Dus één scherm vol, dat is 2 megapixels, dat is dus 6 megabyte. En dat is ongeveer hetzelfde als 1 miljoen woorden. Als je rekent, alleszins in het Engels is het gemiddelde woord, denk ik, 4,7 letters lang. En je hebt dan nog spaties daartussen ook nodig, of andere leestekens. Dus laat ons afronden naar 6 bytes per woord. En dan zijn 1 miljoen woorden 6 megabyte, ongecomprimeerd. Dus één ongecomprimeerd beeld is ongeveer gelijk aan 1 miljoen woorden. 1 miljoen woorden, dat zijn ongeveer 10 boeken. Als je rekent aan 100.000 woorden per boek. Dus gewoon uw scherm vol met beeld, dat zijn ongeveer 10 boeken aan materiaal. Een camerafoto die hoge resolutie heeft dan uw scherm, dat zijn ongeveer 100 boeken. Wat gebeurt er nu? Ja. Oké.
Ze zeggen vaak een beeld is 1000 woorden waard, maar het is eigenlijk 1 miljoen. Dus compressie, er zijn twee soorten beeldcompressie, lossless en lossy. Lossless, dat betekent dat er niks verloren gaat en dat dus het oorspronkelijke beeld exact kan gereconstrueerd worden. Lossless compressie kan op alles toegepast worden, niet alleen op afbeeldingen, ook bijvoorbeeld op tekst. Tekst is heel goed te comprimeren. Afbeeldingen een beetje minder, dus voor fotografische afbeeldingen kun je misschien de helft normaal gezien gaat er gemakkelijk af, lossless. Twee derde wordt al wat moeilijker. Dus je 3 megabyte per megapixel pakt dat je er 1 megabyte per megapixel van kunt maken met lossless compressie. Maar veel lager gaat het niet geraken. Met lossy compressie, daar gaat er wel informatie verloren. Maar de bedoeling is dat je het verschil niet kunt zien. Dus dat is niet iets dat wordt gedaan met tekst, lossy compressie, maar wel met afbeeldingen, ook met geluid en met video enzovoort. Bestaan er lossy technieken. Maar dus in het geval van afbeeldingen gaan we gemakkelijk naar een compressieratio van 20 op 1 of zelfs 50 op 1. En dus betekent dat 50 ongecomprimeerde megabyte ene gecomprimeerde megabyte worden. Dus één foto van uw fototoestel, pak dat 12 megapixels is, zou 36 megabyte ongecomprimeerd zijn. Pakweg 15 megabyte met lossless compressie en pakweg 4 megabyte met hoge kwaliteit lossy, 1 megabyte met lagere kwaliteit, maar nog altijd wel doenbaar. Dus dat maakt een groot verschil en dat is eigenlijk wat dat afbeelding op internet mogelijk maakt, want als we dat ongecomprimeerd zouden doen, dan zou alles 36 keer zo traag zijn, laat ons zeggen. Dat zou niet echt acceptabel zijn. Als we gaan kijken naar het internet, 10 jaar geleden was de mediaan pagina was die nog minder dan een halve megabyte. Vandaag de dag zitten we boven de 2 megabyte. En van waar komt dat gewicht? Een heel klein deel is de tekst, de HTML. Dat is 27 kilobyte is de mediaan hoeveelheid HTML op een pagina. En dan zijn er nog een aantal categorieën die wat meer dan de HTML zelf zijn, zoals lettertypes, zoals stylesheets en zoals JavaScript. Maar die dingen zijn vaak ook wel gecached, wat dat betekent dat die niet elke keer opnieuw over het netwerk moeten komen, maar dat die lokaal door hun browser bijgehouden kunnen worden, omdat, tenminste als je websites meer dan 1 keer bezoekt. En als je bijvoorbeeld vandaag naar de site van de Standaard gaat of zo, en gaat daar morgen terug naartoe, dan gaat die waarschijnlijk nog altijd dezelfde stylesheets hebben, dezelfde JavaScript en lettertypes. En wat dat je dus gedownload hebt een dag ervoor, dat gaat nog op je computer of op je telefoon staan. Dat moet niet opnieuw gedownload worden. De HTML gaat waarschijnlijk wel nieuw zijn, hè, want het nieuws van morgen gaat niet hetzelfde zijn als dat van vandaag. En de afbeeldingen die gaan waarschijnlijk ook anders zijn. Een gedeelte gaat wel gecached kunnen worden, zoals het logo van de Standaard, zeg maar. Maar het grootste deel, de grotere afbeeldingen die bij de artikel zelf staan, die gaan anders zijn. En dus, het is maar hoe dat je het bekijkt, want ik zie hier ook dat de som van die getalletjes niet overeenkomt, maar het gaat over medianen en ik weet niet op welke manier dat allemaal juist geteld is. Maar er wordt toch geschat dat rond de 60% van het gewicht van websites gewoon de afbeeldingen zijn. Dus als we het internet sneller willen maken, dan is dat eigenlijk waar dat het meeste te rapen valt.
Ah ja, deze cijfers zijn ook na compressie. Hè. Dus alles wat hier staat wordt gecomprimeerd. HTML, dat is 27 kilobyte, zoals dat het verzonden wordt, wat dan meestal ofwel zip ofwel Brotli gecomprimeerd is. Oké, buiten websites zijn er natuurlijk ook nog veel andere dingen die afbeeldingen gebruiken, zoals foto's. Hè. Google Foto's alleen heeft al meer dan 4, hoe zeg je dat in het Nederlands, trillingen? Biljard, zeker? Veel. Biljoen, ah ja. 4000 miljard foto's. Dus als je dat uittelt, dat is een 500 foto's per mens op de planeet. En er komen er elke week miljarden bij. Ook spelletjes bijvoorbeeld. Hier is een grafiek van hoeveel gigabyte dat de Call of Duty, de verschillende versies, inpakken. Een deel daarvan is geluid, een deel daarvan is video, maar het grootste deel daarvan zijn textures, zijn afbeeldingen. Ook ja, satellieten, die willen natuurlijk foto's maken en doorsturen. En ook vaak is bandbreedte daar een probleem, dus compressie is daar ook heel belangrijk. Medische beeldvorming, er zijn veel toepassingen van afbeelding. Dus dit is maar gewoon een beetje om te motiveren dat compressie nog altijd belangrijk is. Als we ongecomprimeerd zouden werken, zou het gewoon niet gaan. Allee, het zou wel gaan, maar een twee grote ordes trager. En ja, als een website nu een paar seconden nodig heeft om te laden, dan zou dat zonder compressie een paar minuten zijn waarschijnlijk, wat dan niet aanvaardbaar is. Dus, lange inleiding om te komen tot JPEG XL en wat dat nu eigenlijk is. JPEG XL. Om te beginnen, JPEG zelf kent iedereen denk ik wel. Dat is een standaard sinds 1992. Ze hebben ongeveer 6 jaar daaraan gewerkt. En die is ja, heel verwarrend. JPEG is wat dat we meestal zeggen tegen de bestanden zelf, maar dat is ook de naam van de groep die JPEG heeft ontwikkeld. Dus de Joint Photographic Experts Group. Dus ja, dat wordt door elkaar gebruikt, hoe verwarrend het ook is. Maar dus het JPEG-formaat was eigenlijk, qua timing zat dat heel goed. Dat was juist op tijd klaar. Allee, ik weet niet wat dat hier de kip en het ei is, maar in elk geval, JPEG was er op het moment dat het web begon iets te worden. Hè. De eerste browser die een grafische user interface had, was Mosaic in 1993. En daarin was het dus mogelijk om JPEGs op een website te zetten, waarmee dat. Ja, het web ineens niet meer alleen tekst was. Ook digitale camera's zijn eigenlijk in de jaren 90 totaal geboomd. En begin jaren 90 bestond dat nog niet. Of ja, bestonden camera's voor $13.000 voor 1,3 megapixel. Maar op eigenlijk één decennium is digitale fotografie van onbestaande naar totaal dominant gegaan. En dat is voor een groot deel dankzij compressie, dankzij JPEG. Want zonder compressie zouden we natuurlijk veel minder foto's op een geheugenkaart geraken. En ja, het zou niet echt een interessant concept zijn om een camera te hebben waar je ene foto mee kunt maken en dan is het geheugen op. En, ja. Is het gedaan. JPEG naar IT-normen is iets dat heel lang bestaat al, hè, 30 jaar bijna, ja, afhankelijk van waar dat je juist begint te tellen. Dus dat is ouder dan Google en Facebook. En
Ja, JPEG bestaat zo lang omdat het toch wel iets goed ontworpen was, voor zijn tijd zeker. Dat nu nog altijd bruikbaar is. Iemand ging dan zelfs zover om te zeggen dat JPEG eigenlijk een soort alien technology from the future is. Ja, alsof dat er aliens in onze schoot geworpen hebben en een soort artefact van een hogere beschaving is. Ik denk dat dat wat overdreven is, maar goed. Veel van de concepten van JPEG zijn wel nog altijd heel bruikbaar. Wat we met JPEG XL willen doen, is beetje ambitieus. De volgende generatie van die alien technology from the future proberen te zijn. Nu, voordat ik daarop inga, waarom hebben we eigenlijk iets nieuws nodig? Waarom kunnen we niet gewoon JPEG blijven gebruiken? Er beginnen toch wel wat beperkingen te zijn. Ik had het daar straks over 8-bit kleuren. Wel, er beginnen meer en meer schermen te zijn die meer dan 8-bit aankunnen, 10-bit. High dynamic range. Beperking van JPEG dat het maar 8-bit aan kan, ja, dat is wel een probleem. Ook transparante afbeeldingen, alpha. Transparantie is iets dat JPEG niet kan. En, nou, dat is ook een vervelende beperking. Dus alpha, dat is als je zo een afbeelding hebt die wat doorzichtig is, dat je kunt doorkijken. Met JPEG kun je dat niet doen. Met JPEG zou dat er zo uitzien. De achtergrond is gewoon moet een bepaalde kleur hebben. Dus dat is ook op het web en zo is dat toch wel leuk om met alpha te kunnen werken. Ook animatie. Alhoewel dat voor animatie denk ik dat het in het algemeen beter is om videocodecs te gebruiken. Maar vooral ook, er is betere compressie mogelijk nu dan 30 jaar geleden. Het onderzoek daarnaar heeft niet stilgestaan. En het is nog altijd wenselijk als we kunnen de bandbreedte significant reduceren. Dan gaat dat internet sneller maken, milieuvriendelijker zelfs. Gaat dat ook toelaten om zuiniger om te springen met storage, met harde schijven. Dus het blijft wenselijk. Oké. Wat kan JPEG XL doen? Om te beginnen, JPEG XL is voor een stuk gebaseerd op JPEG. Dus we hebben een aantal dingen overgenomen van JPEG. Als het werkt, dan is het beter om het te behouden dan om het weg te gooien. Dus in JPEG XL hebben we nog altijd de DCT. En ik ga niet uitleggen hoe dat al juist werkt, maar blijft nog altijd een van de beste ideeën in lossy beeldcompressie. Wordt nog altijd ook gebruikt in moderne videocodecs. Dus we behouden dat idee gewoon. Ook het concept van progressive decoding, wat dus betekent dat je een afbeelding. Maar ik ga er straks nog op terugkomen. Dat is iets dat JPEG kan doen, JPEG XL ook. En dat iets goed is. Nou, dan wordt het nog een beetje technischer met chroma subsampling, dat optioneel is. En dat houden we ook van JPEG. Maar vooral, we houden eigenlijk genoeg van JPEG om ervoor te zorgen dat we bestaande JPEG-files rechtstreeks kunnen omzetten naar JPEG-XL-files. Zonder dat er een extra gegevens verloren gaan. Dus
Dat is eigenlijk wel iets nieuws. Bij de meeste andere voorstellen van nieuwe codecs, als je een JPEG wilt omzetten in de nieuwe codec, dan is het enige wat je kunt doen, je JPEG terug omzetten naar pixels en dan die pixels opnieuw gaan comprimeren. Maar dan krijg je het probleem dat je eigenlijk iets dat al lossie was, nog meer lossie gaat maken, omdat je nieuwe codec op een andere manier ook artefacten gaat introduceren. En dat is niet goed, want dan krijg je eigenlijk het fotocopieapparaat effect eigenlijk. Hè. Als je een kopie van een kopie maakt en daar nog eens een kopie van en dan nog eens een kopie, dan op den duur gaat de kwaliteit serieus naar achter gaan. En dat is, ja, je zou zeggen, met digitale formaten is dat niet zo, maar ja, dat is alleen maar niet zo als het lossless is. Vanaf dat je lossie begint te gaan, dan krijg je ook kwaliteitsverlies natuurlijk. Dat kan accumuleren. En dus het voordeel van JPEG-XL is dat het mogelijk is om een bestaande JPEG gewoon om te zetten naar een JPEG-XL. Die zal dan gemiddeld zo'n 20% kleiner zijn, omdat die betere compressietechnieken gebruikt, maar de beeldinformatie is exact dezelfde. Dus dat is wel iets nuttig. We hebben ook een heleboel dingen toegevoegd die de oude JPEG niet kan. En ik denk dat het niet gaat mogelijk zijn om daar allemaal op in te gaan, wat we allemaal hebben toegevoegd, maar het is redelijk wat. Dus dit is eigenlijk een overzicht van oude JPEG, hoe dat die werkt, welke onderdeeltjes dat daarin zitten. En dit is een overzicht van JPEG-XL. Dus een deel daarvan is eigenlijk nog wel vergelijkbaar met wat er in de oude JPEG zat, maar er is ook wel wat bijgekomen. Dus het is een krachtigere codec, een ingewikkeldere, maar gelukkig is hij niet trager dan JPEG. Dus we kunnen nog altijd even snel een afbeelding omzetten van JPEG-XL naar pixels, decoderen, of pixels encoderen als een JPEG-XL. Dat gaat nog altijd snel genoeg. En dat is in het verleden ook wel vaak een probleem geweest van nieuwe voorstellen, dat die computationeel toch wel redelijk zwaar waren. Bijvoorbeeld, er is ooit een JPEG 2000 voorstel geweest om een update van JPEG. Die is nooit echt doorgebroken, omdat die in het jaar 2000, toen dat ze die hadden gemaakt, eigenlijk een beetje te zwaar was voor de hardware van toen. Vandaag de dag is dat goed te doen, maar ja, een beetje te laat. Ja, nog een ander ding is dat het royalty-free is, dus dat er geen patentrechten moeten betaald worden. Dat lijkt misschien nogal logisch dat je geen patenten moet betalen, maar dat is helaas niet altijd zo. Dus bijvoorbeeld het nieuwe afbeeldingsformaat dat Apple gebruikt, Heek, of Heik, of ik weet niet hoe dat ik moet uitspreken, dat dus op de iPhones gebruikt wordt om foto's mee op te slaan, dat is niet royalty-free, dus je moet daar patentrecht op betalen. Wat dat eigenlijk in de praktijk betekent, dat eigenlijk ja, niemand behalve Apple dat eigenlijk wilt ondersteunen, want dat kost gewoon geld om het te kunnen ondersteunen. Ja, en dan heb ik het al gehad over hoe dat bestaande JPEG's kunnen omgezet worden naar JPEG-XL. Ik ga er niet meer te veel over zeggen. Progressive decoding. Nou, denk ik dat ik een voorbeeldje van heb. Ja. Dus ik ga direct de video opzetten, maar aan de linkerkant heb je een niet-progressive JPEG. En die gaat dus gewoon van boven naar onder laden. Hier is een progressive JPEG, die gaat
eigenlijk eerst een lage kwaliteit versie van het beeld geven en dan gaat die beter en betere kwaliteit worden. En hier is JPXL. En hier is een ander nieuw bestandsformaat, AVIF. AVIF, ik weet niet hoe we dat in het Nederlands moeten uitspreken. Die ondersteunt geen progressive decode. Dus, en wat is het nu het verschil? Dus we hebben hier bestanden. De JPEG is bijna een megabyte. De twee andere zijn rond de 600 kilobyte. Dat is ongeveer dezelfde kwaliteit van beeld uiteindelijk. En we gaan nu doen alsof dat we een trage verbinding hebben. En dat dat beeld aan het binnenkomen is via een trage modem. En dus hier zien we hoe snel dat we aan het downloaden zijn. Dus met de sequentiële kunnen we de onderkant pas op het einde zien van het beeld. Met de progressive gaan we dat eigenlijk al vrij snel kunnen zien. En bij de AVIF moeten we wachten tot dat alles binnen is voordat dat we iets te zien krijgen. Misschien nog eens even van het begin doen. Dus we krijgen al vrij snel een volledig beeld, behalve dat het nog wat blurry is. En dan krijgen we meer detail. En eigenlijk in de praktijk hebben we hier nu al genoeg detail, ook al is het beeld nog niet volledig geladen. En nu komt de AVIF erdoor. En bij de sequentiële zijn we nog wat aan het wachten totdat de onderkant er ook is. Dus zeker voor het web is dat wel een belangrijk eigenschap van hoe dat die kan, gedecodeerd worden. Oké. We hebben de codec vooral geoptimaliseerd voor hoge kwaliteit, hoge beeldkwaliteit. Omdat het echt een codec is voor foto's. Stilstaande afbeeldingen waar dat we een tijdje naar kunnen kijken. Ik wil dat even zeggen, omdat dat een contrast is met veel van de andere nieuwe voorstellen voor afbeeldingsformaten, die gebaseerd zijn op videocodecs. En in videocodecs wordt er meestal vooral de klemtoon gelegd op lage kwaliteit, relatief lage kwaliteit. En zelfs voor een hoge kwaliteitsvideo, je gaat elke frame van de video normaal gezien maar een fractie van een seconde zien. 1/25ste van een seconde of zoiets, of 1/30ste of 1/60ste, het hangt er wel vanaf. Maar alleszins maar een hele korte tijd, dus je hebt niet echt veel tijd om compressieartefacten te gaan zien. Dus het soort kwaliteit dat er bij video gebruikt wordt, is relatief laag, vooral omdat er zoveel frames moeten gecomprimeerd worden. Maar voor stilstaande afbeeldingen is het toch wel aangewezen om op een iets hogere kwaliteit te bekijken. Dit is een illustratie van de fotocopieereffect dat je kunt krijgen als je dus een afbeelding comprimeert en dan terug decodeert naar pixels en dan terug encodeert enzovoort. Dit is natuurlijk wat overdreven, maar dit is wat er gebeurt als je dat heel veel keer doet. Dat is de reden waarom dat als je wilt werken aan een afbeelding, dat je best lossless formaten gebruikt om te vermijden dat je dit soort gedrag krijgt natuurlijk. Maar bij memes op het internet bijvoorbeeld komt dat wel eens voor dat iets vaak gehercomprimeerd wordt. Dat komt dan niet zozeer doordat mensen dat downloaden en openen en terugsaven, maar vooral omdat ze het verplaatsen tussen verschillende platformen, Facebook, Twitter, Instagram enzovoort. En elk van die platformen die gaan de afbeelding meestal een keer hercomprimeren, omdat ze proberen om er nog wat bytes van af te trimmen. Maar dat heeft dus wel het effect dat je van dat soort
geaccumuleerde artefacten kunt krijgen. Goed, ik weet niet hoeveel tijd dat ik hier eigenlijk heb, maar ik ben eigenlijk al een half uur bezig, dus ik ga toch proberen een beetje rapper te gaan. Dat er nog wat tijd is voor vragen. Een andere eigenschap van de encoder voor JPEG-XL is dat die volledig automatisch is. En dat is ook eigenlijk een nieuw idee eigenlijk. Dus bij JPEG, ik weet niet of dat je daarmee vertrouwd bent, maar als je een JPEG gaat bewaren in Photoshop of GIMP of even welk programma, dan gaat hij vaak komen vragen van welke kwaliteit wilt je die bewaren. En ja, in elk programma betekent dat iets anders, die kwaliteit, maar het komt erop neer dat je zelf eigenlijk moet gaan kiezen van ja, ga ik voor minder bytes gaan of voor meer kwaliteit en waar is nu eigenlijk het punt waarop dat het goed genoeg is. En het probleem is, je kunt niet gewoon zeggen we gaan alles doen op kwaliteit 70 of 80 of wat dan ook. Het hangt nogal specifiek van de afbeelding af wat dat eigenlijk goed genoeg is. Voor sommige afbeeldingen is kwaliteit 50 goed genoeg, terwijl dat bij andere kwaliteit 85 eigenlijk aan de lage kant is. En dat je eigenlijk nog wel naar 90 mag gaan om echt geen artefacten meer te hebben. Dus het komt erop neer dat er een mens moet zitten die gaat bepalen op welke kwaliteit gaan we dat hier comprimeren. En dat is omdat die encoders eigenlijk geconfigureerd worden door middel van eigenlijk technische parameters. De schaling van de kwantisatietabel in het geval van JPEG. Maar het zijn andere dingen bij andere codecs. Maar de parameters die je geeft, die hebben eigenlijk weinig te maken met het visuele. Natuurlijk, ja, hoe hoger de zogezegde kwaliteit, hoe beter dat het zal zijn. Maar er is geen garantie dat kwaliteit 80 bijvoorbeeld, dat dat altijd genoeg is, of zelfs 90. Dus er is niet echt een perceptueel verband tussen die parameter en hoe dat er dan effectief uitziet. En dat is iets dat we hebben veranderd, waar we veel onderzoek naar hebben gedaan, zodanig dat het niet meer nodig is in JPEG-XL om een mens te hebben die gaat bepalen welke kwaliteit dat er nu eigenlijk moet gebruikt worden. Maar in plaats daarvan kun je gewoon zeggen, ik wil het op visuele afstand 1 hebben. En visuele afstand 1 betekent specifiek dat het eigenlijk net merkbaar is op sommige plaatsen dat er gecomprimeerd is, maar juist is. En dus dat is eigenlijk een hele hoge kwaliteit, want in de praktijk gaan de mensen niet kunnen vergelijken met het oorspronkelijke meestal, dus gaan ze normaal niks zien. Maar dus je kunt eigenlijk volledig automatisch comprimeren met eigenlijk een redelijk goede garantie dat er geen compressieartefacten zichtbaar gaan zijn. Oké, ik ga... Ja, we kunnen ook lossless doen met JPEG-XL. Dus het is niet alleen een vervanger voor JPEG, maar ook voor PNG. Of PNG. Ik weet niet hoe dat de mensen het graag uitspreken. Officieel zou het PNG moeten zijn. Ik zeg eigenlijk wel PNG. Als je vergelijkt met JPEG-XL, is PNG 47% groter gemiddeld. Dus daar is ook op lossless gebied is daar wel een goede verbetering. En dan qua snelheid zitten we ook relatief goed, vooral omdat het zeer goed paralleliseerbaar is. Dus als je meer dan één processor hebt, dan gaat het al gemakkelijk sneller zijn dan oude JPEG zelfs. En het hangt natuurlijk vanaf ook welke snelheid
optie dat er wordt gegeven aan de encoder. Je kunt altijd sneller encoderen, maar minder goed. Of trager en nog een paar bytes extra eraf doen. Dus dit is eigenlijk al een relatief trage instelling. Hier is een overzicht met een vergelijking van verschillende codecs, van de JPEG uit 1992 tot JPEG-XL, die nu een maand oud is. En de verschillende dingen die daartussenin ook zijn voorgesteld. Dus JPEG 2000 heb ik het al even over gehad, in het jaar 2000. WebP, een formaat gemaakt door Google, dat ook in de meeste browsers beschikbaar is. Heek, het niet royalty-free formaat van Apple. En AVIF, wat dat meest recente is, dat nu ook in Chrome ondersteund wordt. En in Firefox, sinds kort. Dus op vlak van compressie zijn die nieuwe formaten echt wel een stuk beter dan de oude JPEG of dan PNG. Als we gaan kijken naar de limieten van die andere eigenschappen van die formaten. Dus JPEG is beperkt tot 8 bit. WebP spijtig genoeg ook, maar de recentere die kunnen 10, ik denk bij AVIF zelfs 12, sinds kort, of gaat toch binnenkort ook mogelijk zijn. En in het geval van JPEG-XL is er eigenlijk geen beperking meer op de maximum bit depth per kleur. Ook alpha, je ziet dus dat eigenlijk alle nieuwe formaten ondersteunen, behalve JPEG. En depth maps, dat is dus informatie over hoe ver dat de pixels zijn van de camera. Met de meeste telefoons tegenwoordig, of toch een aantal, zit er zo een extra sensor in, die, of soms ook algoritmes, die gaat bepalen hoe ver dat de pixels zijn van de camera. Zo kan de voorgrond van de achtergrond onderscheiden worden. Die informatie wordt ook mee opgeslagen. Eigenlijk gewoon als een extra kanaal, zoals dat alpha een extra kanaal is. Ik ga niet op alle details hier ingaan. Maar toch nog even over hoe dat JPEG-XL eigenlijk ontstaan is. Wie maakt dat eigenlijk? Want dat was ook een van de vragen die er op voorhand gesteld zijn geweest. Dus JPEG, de Joint Photographic Experts Group, dat is officieel is dat eigenlijk gekend als werkgroep 1. Werkgroep 1, genaamd Coding of Still Pictures. Werkgroep 1 van het subcomité 29 van het Joint Technical Committee 1 van ISO en IEC. Dus dat is de internationale standaardisatieorganisatie en de internationale elektrotechnische commissie. Die hebben samen een samengevoegd comité dat alle standaarden rond IT beheert. En in een van die subcomités zit dus JPEG. Een andere werkgroep hier is MPEG bijvoorbeeld, die ook wel bekend is, denk ik. Maar er zijn zo een heleboel subcomités die maken programmeertalen, die maken... je kunt het zelfs ook niet bedenken eigenlijk, van alles. Waarom heet JPEG Joint Photographic Experts Group? Dat is niet omdat dat deel is van Joint Technical Committee 1, maar omdat dat ook een samenwerking is met ITU, de Internationale Telecommunicatie Unie. Nu meer concreet, JPEG-XL, hoe is dat gegaan? Dat was eigenlijk een samenwerking binnen JPEG, waar dat twee bedrijven het meeste in gedaan hebben, namelijk Google en Cloudinary. Cloudinary, dat is het bedrijf waar ik voor werk.
Natuurlijk waren er ook nog andere JPEG-leden bij betrokken. Ik weet niet of ik daar tijd voor heb om hierover al door te gaan. Komt erop neer dat ze twee voorstellen hebben genomen. Het formaat van Google, dat de nogal ongelukkige naam PIC had. Dat is blijkbaar Duits voor schoppen. In Nederlands klinkt dat niet zo geweldig. Het formaat dat ik had gemaakt was PWIF. Free Universal Image Format. En die twee voorstellen samen zijn eigenlijk de basis geworden van JPEG-XL. Maar er is dan nog 2 jaar eigenlijk verder aan gewerkt. Dus JPEG-XL is wel iets beter geworden dan gewoon de som van die twee onderdelen. Vijf trouwens is zelf gebaseerd op FLIF. FLIF, dat was eigenlijk een hobbyprojectje wat ik samen met Pieter gemaakt heb. Zo'n 10 jaar geleden nu zijn we daarmee begonnen. Dat was eigenlijk een formaat dat alleen maar lossless gemaakt was voor lossless compression. Dan heb ik dan achteraf wat veralgemeend om ook lossy compressie te kunnen doen. En dat is dan een van de onderdelen van JPEG-XL geworden. Om een beetje te illustreren hoe dat standaardisatieproces gaat. Dus in 2018 zijn eigenlijk de verschillende voorstellen bestudeerd geweest. En dan begin 2019 is de combinatie van PIC en FIF geselecteerd. In april is dan officieel een nieuw project binnen ISO begonnen. We hebben dan in juli de eerste draft, de committee draft noemt dat dan, ingestuurd. Dan zijn er nog tussenstappen geweest, maar eigenlijk sinds december 2020 officieus en officieel sinds januari 2021 is het klaar, in die zin dat de final draft international standard, dus de laatste kladversie zeg maar, dat die is ingestuurd. Die wordt nu ter stemming voorgelegd aan de verschillende landen die onderdeel uitmaken van ISO. ISO is de internationale standaardorganisatie, maar er zijn de leden daarvan zijn de standaardisatieorganisaties van elk land. Zoals dat er ANSI is in Amerika, zoals er DIN is in Duitsland en zoals dat er NBN in België is. En die moeten daar eigenlijk nu hun oordeel over vellen. Maar eigenlijk wordt dat wel gezien als een formaliteit. In principe, tenzij dat serieus misgaat, gaan die wel akkoord gaan. En dan wordt het waarschijnlijk deze zomer een officiële internationale standaard. Goed, dit is over de software, maar ik weet niet of dat zo interessant is. Dan heb ik nog heel veel slides met meer details, maar ik ga hier stoppen, want we zijn 3 kwartier bezig. En het gaat ons te ver leiden om hier allemaal op in te gaan. Ik ga misschien eerst even kijken naar de vragen die op voorhand gesteld zijn. Maar je kunt ondertussen al nadenken over vragen om nu te stellen. Eerste vraag was, hoe ga je dit vermijden? En ik denk dat ik al weet welke excretie die dat is. Ja. Dat is inderdaad het probleem met standaardisatie. Elke nieuwe standaard maakt dat er gewoon nog meer verschillende standaarden zijn. En dat is wel vervelend. Vooral als niet alle software overweg kan met alle formaten. En dan
dan wordt dat wel lastig. Een deel van de manier om dat te vermijden is juist om te werken via internationale standaarden. En niet ad hoc standaarden er te gaan bijmaken, zoals dat bijvoorbeeld Google gedaan heeft met WebP. Maar ja, het blijft wel een probleem dat eigenlijk kan ISO of kan niemand software dwingen om een bepaald formaat al dan niet te ondersteunen. Dus ja, dat is niet evident om nu te gaan zorgen dat alle browsers bijvoorbeeld en alle operating systemen en Photoshop en alle mogelijke... Er zijn heel veel programma's die met afbeeldingen moeten overweg kunnen. Hè. Ook een wordprocessor bijvoorbeeld, daar wil je een afbeelding in kunnen plakken. Om te zorgen dat dat overal ondersteund wordt, dat zal niet evident zijn. Maar ik denk wel dat het mogelijk moet zijn, maar het zal een werk van lange adem zijn. Dus wanneer wordt het mainstream ondersteund door mainstream programma's? We zijn nu bezig met de integratie in Chrome. Dus daar is een... daar wordt aan gewerkt. Waarschijnlijk zal dat tegen Chrome versie 91 zou het er moeten inzitten. Dus dat is binnen een paar maanden. Ik denk eens dat het in Chrome zit, wat dat toch de allerbelangrijkste browser op dit moment is. Dan gaan hopelijk de andere browsers ook volgen. En dan is het alleszins al bruikbaar voor een heel belangrijke use case, namelijk het internet. Waar dat dan ook bijvoorbeeld in alle Adobe software zit, dat zal waarschijnlijk wel langer duren. Want die gaan niet zo heel snel. Nu, er is ook wel bijvoorbeeld iemand van Adobe die in JPEG zit, die wel gaat proberen om te zorgen dat het in een volgende versie van Photoshop terechtkomt. Maar hoe snel dat gaat gaan, dat weet ik eigenlijk niet. Dus wie ontwikkelt dit? Ik heb er al wat op geantwoord met het verhaal rond ISO. Wat zijn de gevolgen van zo'n nieuwe extensie? De extensie op zich maakt niet veel uit, maar er moet wel ondersteuning zijn voor het nieuwe formaat. Anders gaan we dus wel een probleem hebben dat die nieuwe afbeeldingen niet gaan kunnen geopend worden. Dat is het voornaamste probleem. Het is daarom dat we willen werken met een trage strategie. In die zin, JPEG XL kan bestaande JPEGs encoderen. Dus in eerste instantie zouden we vooral dat doen. Waarbij dat dan ook altijd de mogelijkheid bestaat om terug naar JPEG te gaan. Dus er kan op die manier maar 20% bespaard worden, in plaats van de 50% of 60% die anders zou kunnen bespaard worden als we effectief alle mogelijkheden van JPEG XL gebruiken. Maar 20% is ook al een mooie uitsparing. En dus als we de JPEGs bijvoorbeeld op de harde schijf of bij het verzenden omzetten naar JPEG XL, maar dan op het moment dat er een toepassing die nodig heeft, die niet overweg kan met JPEG XL, terug omzetten naar JPEG, dan kan op die manier wel een beetje die periode overbrugd worden waarin dat het probleem zou kunnen bestaan dat er allerlei software niet mee overweg kan. Deze vraag hier is een beetje aan de technische kant, maar dat gaat dus over die diepte, die depth maps. De manier waarop dat in JPEG XL is dat lossless gebeurt, maar je zou dat ook lossy kunnen doen. Wat met vectorformaten, JPEG XL is alleen maar voor raster, dus
per vector, ja, zitten we nog altijd met SVG en dat soort formaten. Ik denk dat het daar misschien ook wel, dat ook wel nuttig zou zijn om daar eens een opvolger van te maken. Of misschien minder een opvolger dan een vereenvoudiging. SVG is gewoon eigenlijk een beetje te ingewikkeld geworden om te implementeren. Je hebt eigenlijk een volledige browser nodig om SVG nog te kunnen implementeren. Waarom is er nood aan opvolger? Daar denk ik dat ik in de inleiding ben op ingegaan. Hoe gaan we zorgen dat het adopted wordt? Dus in de eerste instantie zal dat via het web zijn, als we het in Chrome kunnen krijgen. En ja, er gaan hoogstwaarschijnlijk ook wel een aantal servers die veel bandbreedte en storage nodig hebben, zoals Facebook, Twitter, Google Foto's enzovoort, die gaan wel interesse hebben, puur uit economische motieven, om betere compressie te kunnen gebruiken. ICC kleurenprofielen zitten in JPEG-XL, die zijn deel van de bitstream, die worden ook gecomprimeerd trouwens. En in de meest voorkomende gevallen, zoals sRGB of P3 of REC 2020, kunnen we die zelfs heel goed comprimeren in die zin dat eigenlijk geen compressie meer is, maar dat we gewoon een enumeratie hebben van de meest voorkomende en die kunnen dus met een paar bits worden voorgesteld. Maar ja, alles is wel gemaakt om juist color management te kunnen doen. Ondersteuning in browsers, ja, dus Chrome zal de eerste zijn. Het is koffiedik kijken wat dat Safari gaat doen. Ja, dat is Apple. Daar heeft niemand echt zicht op wat er daar gebeurt. Firefox. Ja, Mozilla heeft van de zomer een heleboel mensen op straat gezet. Ik weet niet of dat, hier in het nieuws was, maar ik weet niet goed wat er aan de gang is met Firefox. Maar het zou nog wel even kunnen duren voordat er daar veel beweging gaat komen. En ja, is er nood aan, als ik ook wat inleiding ingaan. Ik denk niet dat er echt lobby's zijn die JPEG-XL willen tegengaan. Ik denk dat er vooral veel bedrijven en individuen zijn die wel liever sneller internet hebben en minder storage willen gebruiken voor hun afbeeldingen. In hoeverre dat ze daarom schreeuwen, dat varieert natuurlijk. Ik denk wel dat zoiets als bijvoorbeeld Google Foto's, die met hun duizenden miljarden foto's zitten, dat die wel in permanente ademnood zitten qua harde schijfruimte. Goed, zijn er nog andere vragen? Ik ga het hierbij afronden. Er zijn in de Nerd Talk op Discord al reeds een paar vragen gesteld. Dus je kunt misschien nog eens streamen. Want als je nog altijd aan het sharen bent, is dat misschien de moeite om even uit te zetten en eens te piepen op Discord. Ja, ik ga eens. Ja, ik heb mijn scherm gedeeld met mijn browser, dus ik ben nu naar Discord aan het kijken, maar jullie zien het niet. Wacht, hè. Ik ga naar boven scrollen. De slides zijn er en ik ga de link daarnaar op de chat zetten. Zo. Volgende vraag. Um,
Zijn de foto's op de slides JPEGs? Meestal PNG's, maar ik denk dat Google dat intern hercomprimeert. Dus, een biljoen was het, ja. 4 biljoen. Oké. Team Terry bij, ja, die heb ik ooit mogen ontmoeten. Helaas ook een van de slachtoffers van de Mozilla ontslagen. Maar ik ben er zeker van dat wel ergens anders terecht kan. De nadelen aan JPXL, ja, het grootste nadeel is dat het nog niet ondersteund is in de meeste software. Dus de rest van de PowerPoint, of Google Slides of wat het ook is, die link heb ik juist gepost. DCT, of het algoritme, ja, ik kan er even op ingaan voor de mensen die er nog interesse in hebben. Maar het wordt wel redelijk snel technisch. Maar ik kan wel een aantal nieuwigheden in JPXL een keer overlopen. Nederlandstalige naam. Er zijn voor zover ik weet twee Nederlandstaligen bij betrokken, ikzelf en Lode van de Venne. Maar Lode die woont in Zurich, in Zwitserland, werkt voor Google daar. Voor de rest zijn het mensen van over heel de wereld eigenlijk. Maar ja, het Google-team in Zurich zijn wel voornamelijk mensen uit Europa, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Finland, Italië. Maar ja, binnen JPEG zijn er ook veel Amerikanen en Japanners en Koreanen. Ja, dus de volgende stappen. Hoe krijgen we dat bij de software? Daar is er vooral een groot verschil tussen open source software, waar dat we eigenlijk gewoon zelf een plugin of een pull request kunnen maken om te zorgen dat het ondersteund wordt. En of het dan aanvaard wordt of niet, dat zal er nog wat van afhangen, maar meestal gaat dat redelijk vlot. Dus bijvoorbeeld software zoals ImageMagick, een bekende command line. Een tool is om afbeeldingen op te zetten, die ondersteunt JPXL al. Bij de niet-open source software, zoals Adobe, Microsoft, Apple, ja, daar gaat alles wat trager. Daar hangt het. Dat is moeilijk om daar veel invloed op te hebben. Nu. Er zijn natuurlijk wel incentives. Als het een formaat is dat bijvoorbeeld ondersteund wordt op het web, dan gaan er bij een aantal tools wel, gaat er wel de neiging zijn om dat toch te gaan ondersteunen, als, op zijn minst als exportformaat. Hoe komt het dat je zoveel kan comprimeren? Ja, zoveel, ja, de helft meestal bij lossless. Dat is omdat de meeste dingen in de natuur zijn niet gewoon willekeurige ruis, maar hebben een bepaalde structuur. En die structuur die zorgt ervoor dat er minder entropie in je pixels zit dan wat er zou zijn met de maximale entropie met ruis. Dus een afbeelding van pure ruis, die valt helemaal niet te comprimeren. En een afbeelding
met een beetje ruis op, die zal ook al veel moeilijker comprimeren, losles dan, want die ruis die erop zit, die valt niet te comprimeren. Maar een goede foto, bijvoorbeeld als de lucht blauw is en er is een groot aantal van de pixels die lijken heel hard op elkaar, dan zijn er wel manieren om te zeggen, in plaats van deze pixel is blauw, en deze pixel is ook blauw, en deze is ook blauw, en deze ook, om gewoon te zeggen, er zijn er een heleboel blauw, en of deze is dezelfde als de vorige. En dat kan dan gedaan worden met manieren die minder plaatsen. Dus iets moet niet formeel een standaard zijn voordat het kan werken in software. Er zijn ook veel dingen die nooit formeel een standaard geworden zijn. Maar wat dan wel belangrijk is, is dat de bitstream, dus dat het formaat zelf, de definitie van het formaat, niet meer gaat veranderen. Want bij de ontwikkeling van iets nieuw is dan in het begin natuurlijk nog wel het geval, omdat er nog dingen aan veranderen terwijl het nog in ontwikkeling is. Dus het moet wel in een stadium zijn dat het niet meer verandert, want anders heb je het probleem dat de JPEG Excel file die ik vandaag maak, dat die volgende week niet meer te decoderen is, omdat het formaat ondertussen veranderd is van definitie. Maar dat is dus gebeurd in december en eigenlijk de week daarna had Dirk, nog een Nederlandstalige, maar zit niet bij JPEG, maar wel werkt aan Image Magic, heeft toen JPEG Excel ondersteuning in Image Magic gestoken. Hoe overtuig je content creators, deliverers, om te kiezen voor een nieuw formaat? Meestal is het meest doorslaggevende argument dat het hun kosten kan drukken. Vanaf een bepaalde schaal is bandbreedte best wel duur. En als je daar een aantal procenten van kunt afpitsen, dan is dat voor sommige bedrijven equivalent aan honderdduizenden euro's dat je er kunt afpitsen. Dus dat is wel de moeite. Een ander argument is bijvoorbeeld voor e-commerce bedrijven is het gewoon een feit dat hoe sneller dat een website laadt, hoe meer dat ze verkopen. Als je 10 seconden moet wachten voordat je bol.com of wat is het, erdoor komt, dan zijn er veel mensen die al ergens anders zitten ondertussen. Dus hoe sneller dat alles wordt, hoe meer dat ze verkopen. En daar bestaat een onderzoek over en dat is vrij goed gekend, hoeveel verschil dat kan maken. Er zijn wel incentives. Hoe weet je wanneer je kan overstappen? Er bestaat in HTML zoiets als een picture tag. Vooral de mening is van de image tag, waarbij dat er meerdere formaten kunnen gebruikt worden tegelijkertijd. En dat laat toe om nieuwe formaten te gebruiken voor degenen die dat het nieuwe formaat ondersteunen, terwijl dat nog altijd blijft werken voor degenen die dat niet ondersteunen. Dus dat is meestal de manier. Iets geavanceerder is om de server zelf op basis van de HTTP-headers te laten beslissen wat dat die kan sturen. Want de browsers die sturen eigenlijk informatie. Telkens als ze een afbeelding opvragen, zeggen die van ik wil graag die afbeeldingen. En by the way, ik kan bijvoorbeeld WebPies decoderen. En dan kan een server zeggen, die kan WebPies decoderen. Ik ga een WebPies sturen in plaats van een JPEG. Want dat comprimeert een beetje beter. En zo gaat dus de nieuwe Chrome 91, als die uitkomt, gaat die zeggen, telkens als die een afbeelding gaat downloaden, gaat die zeggen aan de server, by the way, ik kan WebPy, JPEG Excel en Aviv ondersteunen, decoderen, dus je mag dat sturen als je wilt. En dan kunnen servers dus op basis van die informatie beslissen om een JPEG Excel te sturen, omdat die een stuk kleiner zal zijn dan.
Ja, dus we ondersteunen tot single precision float per sample. Maar half float is ook mogelijk, ja. Alles daaronder eigenlijk. Backwards compatible? Nee. Dus een JPEG-Excel-file kan niet gedecodeerd worden door een bestaande JPEG-decoder. Je hebt een nieuwe decoder nodig. Wat dan wel mogelijk is, is om JPEGs om te zetten naar JPEG-Excel. En dat is reversibel. Die oorspronkelijke JPEGs kunnen uiteraard gehaald worden. En dat zou kunnen gebruikt worden in een server om de afbeeldingen alleen maar in JPEG-Excel-formaat zelf bij te houden in de server. Maar afhankelijk van wat dat de browser aan kan, ofwel gewoon die JPEG-Excel te sturen, ofwel die JPEG-Excel snel terug om te zetten naar JPEG. En dat dan door te sturen. Dus er is maar één bestand nodig per afbeelding. Op die manier. Kun je in lagen werken? Ja. Er is een mogelijkheid om meerdere layers te hebben. Dus ik heb eigenlijk ook een prototype van een Photoshop naar JPEG-Excel omzetter gemaakt. Die zit in de standaard software. We ondersteunen wel alleen maar gewone blending van lagen, dus geen speciale blend modes. Ook geen layer effects enzovoort. Niet alle geavanceerde features van Photoshop. Maar gewoon lagen, dat gaat wel. CMYK gaat ook. Zelf aanpassingen doen in de beelden. Dus wat dat de encode. Dus ja, je kunt natuurlijk zelf doelstelling instellen van welke graad van kwaliteit je wilt. Alles tussen volledig lossless en heel lossie. Qua kleuren hebben we in JPEG-Excel wel een beter model dan in de vorige JPEG. In die zin dat we we gebruiken eigenlijk een absolute kleurenruimte. Die heet XYB. En nu ga ik misschien toch weer even naar mijn slides toe. XYB is eigenlijk gebaseerd echt op hoe dat de menselijke perceptie van kleur werkt. En er zijn drie soorten cellen in onze ogen die elk een verschillende gevoeligheid hebben. En dat effect wordt eigenlijk gemodelleerd in XYB. Waardoor dat we vooral in de donkerdere kleuren eigenlijk meer accuraat kunnen de kleuren gaan reproduceren. Daar is toch vaak een verschil te merken met de vorige aanpak. Van YCBCR, die nog altijd in videocodecs heel standaard is. Maar die heeft toch wel wat moeite met de donkere kleuren. En het is daarom ook heel vaak in films, als die een beetje gecomprimeerd zijn, dat vooral in de donkere scènes is dat er veel colorbanding te zien is. Dat kleuren niet goed uitzien. Dat soort problemen vermijden. GIMP plugin is er al. Ik weet niet hoe goed dat die al werkt, maar daar wordt aan gewerkt. Inkscape, ja, als exportformaat zou dat kunnen. Het is natuurlijk geen vectorformaat. Meer info dan zichtbaar licht. Ja, dus de drie eerste kanalen zijn bedoeld voor zichtbaar licht, maar er kunnen tot 4000
4096 extra kanalen worden toegevoegd, zoals alpha of dept, maar het kan ook bijvoorbeeld een selectie mask zijn, wat soms ook handig kan zijn. We hebben ook een gedefinieerd voor temperaturen. Er zijn tegenwoordig al telefoons die thermische camera's hebben. En ja, daarbuiten kunnen ook gewoon nog extra kanalen worden toegevoegd die niet gedefinieerd zijn in de spec, maar waar je zelf een definitie aan kunt geven. Dat is bijvoorbeeld heel nuttig voor satellietafbeeldingen die vaak met bijvoorbeeld 12 kanalen werken, waarvan het grootste deel niet inzichtbaar licht is. Dat is dan vooral nuttig voor lossless, hè, want onze lossietechnieken zijn wel geoptimaliseerd voor menselijk zichtbaar licht. MIME-type, ja, dat is dus image JXL. Animatie, ja, dat is zoals animated GIF, maar dan inderdaad zonder de beperking qua kleurenpalet. Ik vind persoonlijk animatie in een image codec niet zo super belangrijk, want in de meeste gevallen is het eigenlijk gewoon beter om een video codec daarvoor te gebruiken. Die kunnen veel beter comprimeren als er enig verband is tussen de frames. Maar ja, het is wel ondersteund. TIFF, of dat dan nog nut heeft, ik zou zeggen van niet eigenlijk, maar ja, het voornaamste nut ervan is dat het ondersteund wordt natuurlijk door veel software. Maar qua compressie is dat ja, eigenlijk ongecomprimeerd, min of meer. Ja, video zonder audio, inderdaad, is een goed idee. Ja, dus op dit moment is TIFF of PSD, Photoshop, wordt nog veel gebruikt, omdat het eigenlijk het enige lossless formaat is voor CMYK, bijvoorbeeld, op dit moment. JPXL gaat dat ook kunnen, maar dat wordt nog niet ondersteund. Het is ook... alleen in TIFF en PSD denk ik mogelijk om meer dan 16-bit, voor zover dat nuttig is. Is er een samenwerking tussen de JPEG en Cinti? Ja. Ja, zeker. Dus veel van de standaardisatiegroepen die staan wel in verbinding met elkaar. Dus op de vorige JPEG-meeting hebben we nog, het klinkt zo wat oudbollig, maar hebben we liaison-letters gestuurd naar 7 verwante, of niet minder verwante, standaardisatiegroepen om te melden dat JPEG-XL gefinaliseerd is. Dat is dan bijvoorbeeld het World Wide Web Consortium en dat soort organisaties. Dus ja, daar wordt zeker wel mee samengewerkt. Een laag voor kleurcorrectie, ja, ik denk dat zal niet direct mogelijk zijn. Lijkt me eerder iets voor echt GIMP of Photoshop of de tool zelf. Ja, TIFF is eigenlijk in de praktijk ongecomprimeerd. Dus dat is ja, en zeker de manier waarop dat Photoshop het doet, want die heeft niet alleen zet hij al zijn lagen in de TIFF, maar dan ook nog eens de samengevoegde afbeelding. Dus dat was eigenlijk erger dan ongecomprimeerd.
Ja, het is niet echt. Ja, LZW is mogelijk in TIFF en in Photoshop is er ook packbits en dat soort dingen, maar dat is heel, heel zwakke compressie. Eigenlijk minder dan, een stuk minder dan PNG. Volgende stap. Ik hoop dat voor stilstaande afbeeldingen JPEG XL even lang gaan mee kunnen gaan als JPEG, 30 jaar. Dus ik denk niet dat een opvolger iets is waar we op korte termijn aan gaan beginnen. Het zal inderdaad vooral meer ondersteuning in software zijn aan de orde zal zijn. Zorg dat alle browsers te ondersteunen, alle afbeeldingsgerelateerde software en dan ook vooral alle andere software, want bijna alles heeft eigenlijk, komt ergens wel met afbeeldingen in contact. En dus een groot deel zal zijn op vlak van operating systeem. Voor mij het volgende. Dit is nog niet helemaal gedaan. In die zin, de bitstream is gefinaliseerd, maar de standaard is nog niet volledig af. Dus het eerste deel van de standaard is af, wat het belangrijkste deel is. Maar nu moeten we ook nog een deel maken rond bijvoorbeeld conformance, wat dat eigenlijk gaat specifiëren aan welke voorwaarden een decoder moet voldoen om te kunnen zeggen dat die correcte JPEG XL decoder is. En ja, dan gaan we ook nog altijd blijven verder werken aan de encoder. Want bitstream is wel gefinaliseerd, maar er zijn heel veel manieren om van pixels naar JPEG XL te gaan. Ja, zeker met lossy compressie is er nog veel ruimte om binnen de bestaande bitstream beter te gaan comprimeren. Dus kleurcorrectie. Ja. Ik ben even aan het nadenken. Er zijn wel dingen die mogelijk zouden kunnen zijn. Dus in die zin zou een afbeelding kunnen hebben op de grondlaag en daarboven. Nu wordt het een beetje technisch, maar dus de blend modes die we hebben. Eén daarvan is het gewone blenden. En dat is denk ik niet zo nuttig voor kleurcorrectie. Ja, ik heb er nu ook een slides over. Niet zoveel. We hebben ook, ja, dat staat hier niet op de slide, maar we hebben nog andere blend modes. En in een van die blend modes is eigenlijk additief, in die zin in XYB kleur kun je zeggen hoeveel dat er moet bij of afgetrokken worden van de waardes van de vorige frame. En dus als je kleuren wilt gaan aanpassen, komt dat eigenlijk overeen min of meer. Als je het helderder wilt maken, komt dat overeen met de Y naar boven doen. Als je de kleur zelf wilt veranderen, komt dat overeen met de chroma componenten, de X en de B, te gaan aanpassen. Dus dat is wel mogelijk. Er is zo'n additieve en ook een multiplicatieve blend mode voorzien. Dus je zou in principe software kunnen maken die je toelaat om dat te editen op zo'n manier dat de aanpassing van de kleur gebeurt op een aparte laag. Op zo'n manier dat
dat de decoder het dan gaat reconstrueren. Maar ik denk, Stefanie, ik denk dat je het nu misschien hebt over proofing. Ja, sorry. Mag ik het even invoicen? Ja, natuurlijk. Het is gewoon dat ik weet op voorhand, als ik een beeld maak, en ik maak dat in RGB, want ja, ik werk digitaal. Ik weet op voorhand, als ik het naar CMYK omzet, met een bepaald drukprofiel, ik ken ondertussen die drukprofielen ook, weet ik van, ik weet dat ik daar correctie op ga moeten doen. Maar omgekeerd ook, ik weet dat voor bepaalde platformen enzovoort, dat ik daar een stevige correctie op ga moeten doen. En ik weet welke correctie... ik kan dat niet in percentages uitdrukken, maar ik weet welke kleuren dat er aan betand gaan zijn. En ik ga dat toch elke keer manueel moeten doen. En ik denk dat dat ook is waar dat... even kijken, wie was dat hier? Vader. Daar... sorry, dat is zijn naam. Dat hij daarop alludeerde. Van, wij weten vaak, als fotografen of als illustratoren, weten vaak van, oké, dat gaat hier een probleem zijn. En we gaan dat handmatig... Stefan dus. En we gaan dat handmatig moeten corrigeren. Terwijl, dat je heel vaak met een beeld zit en je weet van, ik ga dat moeten drukken, ik ga dat daar moeten zetten. Dus ik denk dat... Is het niet een beetje dat? Waar dat... Allee, ik het toch, hè. Ik weet niet of dat Stefan... Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de gamut, het kleurbereik van printers en van schermen, dat niet hetzelfde is. Hè. Dus ik ga zien of ik dat kan illustreren. Ja, hij heeft het ook over blauw. Blauw is echt een hele lastige. Ja, dat is... sneller. Een goed diagram kan vinden. Nee, dit is niet hetgeen dat ik wou hebben. Ik heb eentje wat RGB. Sorry, ik ben even... Nee, doe maar verder. Ik ga proberen een beetje samen te vatten voor de mensen die daar niet zo bezig mee zijn. Het is... Als wij een beeld maken, een digitaal beeld, dan moet je heel vaak heel veel aanpassingen doen om het op verschillende dragers goed te krijgen. En dat is niet erg. Allee, wij weten dat ondertussen. Maar als je weet op voorhand wat dat die aanpassingen... waar dat de problemen zitten, het zou leuk zijn moest daar een soort automatische bewerking op kunnen gedaan worden. Naar gelang het medium en naar gelang de extensie. Dus hier is een illustratie van kleuren. Hè. Dus Swap CMYK is een van de vele CMYK-ruimtes. Die vijfhoek hier is zijn eigenlijk de kleuren die geprint kunnen worden op die manier. En dus niet alle mogelijke kleuren kunnen bereikt worden. Het is eigenlijk heeft een beetje een rare vorm, maar dat is ook omdat er vier inkten worden gebruikt. Terwijl bij schermen is de vorm van zo'n gamut altijd een driehoek, omdat er met drie primaire kleuren wordt gewerkt. En dus dit is eigenlijk... Deze hoek is als het groen volledig aanstaat en de rest volledig uit. Dit is als het rood volledig aanstaat. En dit is als het blauw volledig aanstaat. En verschillende schermen... de meeste schermen zijn ofwel sRGB ofwel... P3 staat er niet op, maar die lijkt een beetje op Adobe RGB. Dus, die is dus wat groter dan sRGB. Die kan een beetje meer kleuren reproduceren. Maar dus niet alle kleuren die op je scherm te zien zijn, zijn ook te printen. En omgekeerd, niet alle kleuren die te printen zijn, zijn op je scherm te zien. En dat geeft natuurlijk wel wat problemen.
Als je probeert op je scherm iets te doen dat dan achteraf gaat moeten geprint worden. En dit is maar één van de vormen van CMYK. Alles hangt er vanaf van welke inkten en welke papieren dat er juist gebruikt worden en krijgt nog verschillende vormen dan. En dus die informatie over hoe dat de kleurwaardes eigenlijk moeten geïnterpreteerd worden, die wordt in een kleurenprofiel beschreven eigenlijk. Dat is de ICC die dat doet, de International, nee, niet de Cricket Council, de International Color Consortium. Die definiëren eigenlijk hoe dat er beschreven kan worden op een universele manier, hoe dat die kleuren in elkaar zitten. Ja, er moeten dus omzettingen gebeuren op het moment dat je bijvoorbeeld een afbeelding in sRGB, als je die wilt gaan printen, dan zijn er bepaalde dingen die je moet doen om dat mogelijk te maken. En er zijn kleuren die niet er hetzelfde gaan uitzien op papier, die je gaan moeten benaderen. En omgekeerd, er zijn dingen mogelijk op papier die op je scherm niet mogelijk zijn. Nu, voor een groot stuk is dat een probleem van omzettingen tussen kleurenruimtes. Wat dat we met JPXL op zich niet echt, dat is niet echt ons probleem. Maar het is wel belangrijk dat er bij een afbeelding dat het heel duidelijk gedefinieerd is wat dat de betekenis van de kleur juist is, dat dat heel exact gedefinieerd is. Dat is wel iets waar we met JPXL heel hard op gelet hebben, dat het niet ambigu is. Want dat is een beetje het probleem. JPEG is eigenlijk ouder dan al die dingen en dat bestond toen nog niet. Dus in een JPEG is het ook wel mogelijk om een ICC-profiel toe te voegen nu, maar het is niet verplicht. Dus er zijn heel veel JPEGs die gewoon in een RGB-ruimte zijn en we kunnen dan veronderstellen dat het misschien sRGB is, want dat lijkt ons wel waarschijnlijk, maar dat is niet per se juist. Het zou ook in bijvoorbeeld REC 709 kunnen zijn of 609. Ja, dat heeft wel een impact op hoe dat die afbeelding er eigenlijk juist uitziet. Want als ik een afbeelding heb die eigenlijk bedoeld is in Adobe RGB, maar ik ga doen alsof dat die in sRGB is, dan gaan mijn kleuren er wel anders uitzien. Ik denk dat het voornaamste dat wel goed is aan JPXL is dat het niet meer mogelijk is eigenlijk om een afbeelding te maken waar dat het niet goed gedefinieerd is wat dat de kleuren zijn. En dat was wel het geval met JPEG en PNG. Wat dat er nog altijd tot op van de dag van vandaag voor zorgt dat bijvoorbeeld dezelfde afbeelding er anders uitziet in Firefox dan in Chrome op sommige schermen. Want Firefox die gaat de pixelwaardes gewoon naar het scherm sturen als er geen kleurenprofiel is, terwijl dat Chrome ervan uitgaat dat het in sRGB is, als er niks van informatie is gekend. Ik weet niet of dat een antwoord is. Ja, het is gewoon, je weet, beeldvormers zijn altijd aan het nutten, hè? Allee. Maar het wordt ook niet echt gemakkelijk gemaakt. En veel van de problemen zijn omdat er met heel oude formaten eigenlijk gewerkt wordt, die dan achteraf zijn
dat dan achteraf metadata aan wordt toegevoegd, maar niet iedereen begrijpt die enzovoort. En dat leidt tot problemen. Dus ja. Nu, ik denk. Op langere termijn denk ik dat het wel mogelijk moet zijn om het verschil tussen RGB en CMYK wat aan belang te doen verminderen. In die zin, de interne kleurenruimte die EPXL gebruikt, is eigenlijk een absolute kleurenruimte. En daarin kunnen alle kleuren worden voorgesteld. RGB-kleuren, CMYK-kleuren, kleuren die op dit moment nog door geen enkele technologie te reproduceren zijn. Dus de interne ruimte is expressief genoeg daarvoor. En ik denk dat eigenlijk op termijn software zou moeten evolueren naar het voorstellen van kleuren op zo'n manier. Met dan eigenlijk het juiste color management om op het moment dat je het op je scherm bekijkt, ja, dan moet je kiezen of dat je kunt verschillende dingen doen. Je kunt de kleuren die niet voor te stellen zijn, ja, afronden naar de dichtstbijzijnde kleur, die nog altijd redelijk ver kan zijn ervan. Of je kunt gaan stretchen, de kleuren aanpassen zodat ze wel allemaal te reproduceren zijn. Ik denk dat het op termijn toch de taak van de printerdriver eigenlijk gaat worden om dat kleurenmanagement te doen en om zelf te weten op welke manier, met de specifieke inkten die hij heeft, wat dat de beste manier is om te reproduceren. Ik weet niet of dat we nog voor altijd met op dezelfde manier met die CMYK kleuren gaan werken. Er zijn nu al technieken die meer kleuren gebruiken. Er zijn ook andere kleuren mogelijk. Ik denk dat er misschien in de toekomst daartoe op een andere manier gaat worden opgewerkt. En ik denk dat voornamelijk het belangrijke is dat de kleuren exact kunnen worden voorgesteld. En ja, daar zit je wel met een probleem als je beperkt tot sRGB 8-bit, zoals dat al tot nu toe wel vaak het geval was. Want daarmee zijn natuurlijk een heel aantal kleuren die wel te printen zijn, die voor te stellen. En is ook de nauwkeurigheid niet hoog genoeg om mooie kleurovergangen te kunnen maken. Dan gaat er altijd een soort bending nog bestaan. Zeker op papier. Maar veel hangt af van de software. Er zijn elke bug op dat vlak, ja, zorgt ervoor dat dingen er niet uitzien zoals ze er zouden moeten uitzien. En het is sowieso al moeilijk genoeg, want de meeste schermen in de praktijk zijn niet gekalibreerd, dus er zit altijd nog wat verschil op. Het white point, dat wordt ook meegegeven in de specificatie. Dus standaard bij sRGB is dat D65, maar het is ook mogelijk om een ander white point te gebruiken, D55 of zo. Met die extra kanalen kunnen dus ook spot colors bijvoorbeeld doen. We hebben wel niet, zoals Photoshop, de mogelijkheid om Pantone kleuren te specifieren. Want Pantone, dat is getrademarkt en gepatenteerd en weet ik veel wat. Dus dat kunnen we niet
kan dat niet zo zeggen. Maar je kunt wel de inhoud van de spotcolor kanalen en hun benadering in als een specifieke kleur kunnen wel in het formaat steken. Wat dat denk ik wel goed genoeg is. Ik zie dat er nog een aantal mensen aan het typen zijn, dus ik ga nog even wachten op de vraag die nog komt, misschien. Ik zal ondertussen een interviewvraag stellen. Waarom ben je hier mee bezig? Wat vind je, wat is jouw achtergrond en waarom doe je dit? Ik ben computerwetenschapper van achtergrond, maar eigenlijk was ik met totaal andere dingen bezig, compiler optimalisaties enzovoort. Zo'n 10 jaar geleden begon mij dat ineens te interesseren, beeldcompressie. Ik ben dan eerst met lossless compressie begonnen, samen met Pieter Vlief gemaakt. En dan ben ik bij Cloudinary beginnen werken, die mij eigenlijk hebben aangeworven omwille van het feit dat ik een lossless image codec had gemaakt. Cloudinary, dat is een bedrijf die verzorgen eigenlijk de afbeeldingen van heel veel websites achter de schermen. Bijvoorbeeld Vlaanderen.be, om maar een willekeurige URL te noemen. De afbeeldingen die daar staan, die worden via Cloudinary eigenlijk tot bij u gebracht en gecomprimeerd. Maar ook heel veel andere websites. Dus wat ik doe bij Cloudinary is eigenlijk de beeldcompressie verbeteren binnen de huidige bestanden, de huidige JPEG, WebP enzovoort. Om dus op die manier dingen beter te maken. Ik doe ook een aantal beeldverwerkingsdingen. Maar de laatste jaren hebben ze mij ook de mogelijkheid gegeven om actief te zijn binnen JPEG en dus aan JPEG Excel te werken. Waar dat ik ondertussen de voorzitter eigenlijk ben van het JPEG Excel, de JPEG Excel ad hoc groep binnen JPEG. De baas, ja. Maar ja, dat is allemaal relatief. Maar dat is wel heel leuk. En het was heel interessant ook om samen te werken met eigenlijk een heel team in Zurich van Google. Dat is wel interessant, want ik was eigenlijk een eenmansteam. En die dan samen met een team van 15 man... heb samengewerkt aan JPEG Excel. Ja, in de slides staan nog veel meer dingen. Ik heb ook de laatste weken een aantal blogposts geschreven. Die zijn te vinden van op deze informatiepagina. Dus als je zoekt op My Blogpost. Ik heb er 4 geschreven de laatste maand, 2 maanden. Ja, sorry, oké.
Momenteel kan dat niet om lagen te taggen met informatie, maar het is wel, zou je dat kunnen toevoegen op containerniveau. Maar ik denk dat dat waarschijnlijk wat dat waarschijnlijk de bedoeling ook wel is om de absolute kleur gewoon op de juiste plaats te krijgen. En in het geval van RGB gaat dat een verschuiving zijn die eigenlijk geen merkbaar verschil geeft, omdat het zich beweegt in de ruimte die toch niet op iets verschillend mapt. Maar in CMYK kan het wel een verschil maken. Copyright en privacy lagen. Ja, er is een, binnen JPEG zijn er veel dingen aan de gang. En een daarvan is JPEG Fake Media. Die zijn ook nogal bezig met standaarden rond eigenlijk het gaan bijhouden van waar dat iets komt. Layers. En de layers in JPEG XL kunnen ook namen hebben trouwens. Wat leuk is. De extra kanalen ook. Goed. Ik ga denk ik eens stoppen voor wat betreft schermdelen en de opname. Yes. Dat was zeker interessant. Er zijn nog een paar vragen. Maar ik